Net verschenen. Het boek van Joost Niemuller en Ali Larouchi. Ali Larouchi komt uit Marokko, is naar Nederland gekomen en is in de greep gekomen van Marokkaanse inlichtingendiensten, de overheid en de islam. Hij kaart het allemaal aan in dit boek, hoe de greep van Marokko in Nederland op de Nederlandse Marokkanen heel groot blijft. Van harte aanbevolen, vers van de pers. Uit 2019, het grote boek van Douglas Murray, de Britse filosoof en publicist. Het opmerkelijk einde van Europa gaat over immigratie, Europa en de islam. Enorme bestseller in het Engels en ook in het Nederlands gaat deze al heel hard. Van harte aanbevolen. In De Bouwmeesters van Europa beschrijft Thomas Woods hoe de katholieke kerk in de middeleeuwen de grondslag van de Europese beschaving legde. Op economisch terrein, op technisch terrein, op heel veel andere terreinen, filosofie en wetenschap. Wanneer u meer wilt weten over de echte grondslagen van de westerse beschaving en de banden met het christendom. Welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag ziet u hier 20 minuten met een oud format wat natuurlijk nooit verveelt. En we zitten hier natuurlijk met Riepke Zijlmaker, een oude gast in de 20 minuten met. Vandaag gaan we het hebben over Sander de Rauwe, de CDA-politicus die Friesland tot bananenrepubliek verbouwt met de grootste gesubsidieerde instelling van de provincie, Windpark Friesland. Maar Riepke, je gaat toch niet op de man spelen, hè? Ja, zeker. Oh, wel echt? Oh, ja, oké. Okay. Dus alle tere zieltjes hou je maar vast. Want ja. We zullen trouwens ook alvast even. Ik heb ook speciaal voor Sander de Rauwe heb ik mooie bananen meegenomen. Ah, gezellig. Voor de Bananenrepubliek Friesland, die hij zo met zijn CDA zo verbouwt. Mm. Omdat hij cruciale documenten onder de tafel houdt. Over de verdiensten die banken krijgen, energiebedrijven, terwijl het Friese publiek moet betalen. Mm. Hij kan dat. Als hij wil, kan hij dat wel boven tafel halen. En dan zou ook moeten blijken dat de provincie uit die grootste gesubsidieerde onderneming zou moeten stappen. Notabene heeft een partijgenoot van hem, een oud-gedeputeerde, heeft dat ook nog als ingezonden brief in het fake nieuws van Friesland ingezonden. Kijk. De Leeuwarden Krant. Die heet Jan Ploeg van jongens, jullie moeten er gewoon uitstappen. Zo'n NDC-blaadje. Ja, NDC-blaadje. Ja. Zullen we dan gelijk beginnen? Laten we dat gewoon maar meteen even doen, ja. Nou, u ziet het. Het gaat over Sander de Rauwe en de Bananenrepubliek Friesland. En de klok staat klaar. Die staat klaar op 20 minuten, Riepke. Jij bent er ook klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, dan gaan we hem aanzetten. De tijd is aan jou. Goed, Tom. Ja, ik denk, voordat we Sander de Rauwe een beetje kunnen duiden, denk ik dat het wel goed is, hè, dat je het beter verteerbaar maakt ook de toestanden die je nog 10 jaar of 20 jaar geleden. Maar is het wel ecologisch? Het is wel ecologisch, ja. Het is van de Rainforest Alliance. Kijk. Dat is allemaal het klimaat erin, ja. Laat die bomen daar blijven staan. Kijk. Ja. Zie maar dat je het een beetje verteerbaar maakt wat ik nu ga vertellen. Kijk. Want in het kort, ik ga dus even uitleggen, wat is Windpark Friesland? Mm. Dat is, iedere provincie heeft dus een windmolenopgave gekregen van de Rijksoverheid. Mm. Je moest er ergens komen. Tot zover is dat allemaal het Rijksbeleid. Hè? En dan hebben we nog niet over Sander de Rauwe. Dus die voeren dat gewoon uit. Dat Rijksbeleid, dat komt van het Energieakkoord. Het Energieakkoord, hè, dat is van de CER, de Sociaal-Economische Raad. Ja. Wordt dat naar inwonertal gedaan? Elke provincie zoveel kilowatt per. Er moesten inderdaad allemaal windmolens neergegooid ergens worden. Okay. En daartoe was eerder ook al de crisiswet aangenomen. Yeah. En de crisiswet komt ook van een partijgenoot van Sander de Rauwe. Mm. Namelijk Ernst Heers-Balin. Mm-hmm. De subsidies waar het hier om gaat, in het geval van het Windpark Friesland, gaat het om mogelijk 1,2 miljard euro subsidies, SDE-plus subsidies. Ja. Die SDE-plus regeling is ook door CDA'ers, waaronder Pieter van Geel, opgetuigd. Mm-hmm. Pieter van Geel is ook de subsidieman achter de MEP-regeling, waardoor de eerdere generatie windmolens dus in de stijger werd gezet. Nu gaat het dus om de SDE-plus regeling. Hè? Dus dat kapitaal gaat vloeien. De Algemene Rekenkamer heeft ervoor gerekend, hè, dat het CER-energieakkoord was in 2013. Mooi. Dan gaan de miljarden vloeien. Nou, dan staan natuurlijk allemaal companies, bedrijven staan in de rij van, nou, dat willen wij wel vangen. Waaronder Eneco. Eneco heeft zich in het
Windpark Friesland ingevoegd. Ja. Dat wordt uitgebaat door een boerenfamilie, de familie De Groot. Woonachtig aan het Klutenpad 13 in Krijl in de Noordoostpolder. Oh. Ik ben er ook even weten spieken. Ja. Ik denk, ja. Nou, wat zijn dat nou voor mensen? Dat die Friesland en het Friese landschap zo moedwillig willen toetakelen. Is er iets niet in hun hersens helemaal? Hebben die zoveel land of zo? Ja, nou, ik zou zeggen, ik begin nu al behoefte aan een banaan te krijgen. Okay, ja. Even een klein hapje, want hoe kan het nou dus dat jij... je begint een publiek-private constructie... Ja. Samen met de provincie. De provincie krijgt een opgave van wij moeten die windmolens ergens kwijt. Hmm. Het was Pieter Winsemius die toen heeft gezegd van... nou, jullie moeten dat doen. Hè? Want hij was de lokale coördinator van het Friese energieakkoord. Nou, oké, uiteindelijk werd toen besloten. Want die Anne de Groot en zijn vader, Tieter de Groot, ook CDA'ers... hadden al rondom Urk, hè? Die hebben de heel Urk in zo'n cordon sanitair van windmolens al gezet. Ja. Westermeer. Hebben zij gedaan. Dat hebben zij gedaan al, ja. Maar ja, toen kwam dus ook... Hè, even een hapje nemen, hoor. We kunnen anders in de pauze wel eten, want nou gaat het van je tijd af. Nee, maar ik moet het toch even een beetje verteerbaar kunnen maken. Want we komen zo op die constructie. Wat gebeurde er nou? Anne de Groot tekende daar dus op in. Mm. Wat komt daar nu? 89 windturbines van 183 meter hoog... pal tegen de Waddenzee aan, in het zogenaamd PKB-gebied van de Waddenzee. Normaliter zou dat nooit mogen. Vogels. Bijvoorbeeld, het is vogeltrekgebied. Ja. Dan hebben ze notabene vanuit, hè, want je hebt ook de Werelderfgoed Waddenzee. Daar gooit de provincie Friesland ook miljoenen tegen aan. Maar die komen daar op de dijk te staan? Of wat, waar komen ze te staan? Die komen bij pal tegen de dijk aan te staan, 183 meter hoog. Ze komen van die rode knipperlichten. Ja. Dat wordt gewoon een industrieterrein. Nou, dat werd ook meteen goedgekeurd, en dat het daar mocht komen. Want ja, het is een rijksopgave, ze moeten ergens terechtkomen. Dus wie was degene die dat trouwens deed? Dat was Meindert Smallebroek, de RVO-ambtenaar. Die heeft ook de subsidies geregeld, woonachtig aan de Effatalaan 40 in Voorburg. Oh. Hij mag graag de persoon ook genoemen, want het is uiteindelijk zijn het niet politici die het hebben besloten. Maar het is gewoon rijksbeleid wat gewoon top-down... wordt doorgeduwd vanuit de SER met Wiebe Draaier. Wat zien we nou daar? Die worden neergezet. Ondertussen heb je zelfs een project dat heet Dark Sky Waddengebied. Wat wil men zeggen? Van, ja, het Waddengebied dat is zo bijzonder. Hè, dat moet helemaal duister worden. Maar ze kunnen het beter, als dit straks klaar is... kunnen ze het beter omdopen tot Red Light District Waddenzee. Want wat komt daar te staan? 89 grote zwaaiende Eiffeltorens... in PKB-gebied Waddenzee, met zwaaiende knipperlichten. Eenzelfde is trouwens gebeurd. Ik heb al even ter vergelijking gekeken van hoe gaat dat eruit zien. Hmm. Want ze hebben hetzelfde ook gedaan in de Oosterschelde. Als je nou in Bruinisse komt, de mosselvissersplaats... is het ook één groot zoom, zoom, alleen maar... goed, dat is even een beetje hoe het project eruit komt te zien. Vol laag frequent geluid. Onder andere, ja, in vogelgebied. Mm-hmm. Maar vervolgens is het dus interessant om te kijken van... hoe kan dat nou door die natuurwetgeving heen komen? Ja. Want Anne de Groot en zijn vader Tieter de Groot... en hun compagnon Pieter Meulendijks... kregen voor 25 jaar lang een vergunning om de natuur daar te verstoren. In Natura 2000-gebied. In PKB-gebied. Nog even afgezien van alle gif die molens uitstoten. Nou, er is wel, maar dat is vooral in zee. Hè. Dan moeten ze van die zinkanodes hebben. Om... Maar die turbines, die wapperen ook van alle landen stoffen uit. Zou kunnen en zo. Okay. Maar dat is hier nou een beetje een bijzaak. Het gaat er nou gewoon meer om. Het is in vogelgebied. Normaliter mag dat niet. Nee. Als een visser in IJsselmeergebied wil vissen... moet hij ieder jaar die hele papiermolen weer door. Maar zij krijgen meteen een vergunning. Dat was de vergunning. Die kregen zij van Marco Klaassen. Die werkte toen ook bij het RVO... Die heeft dat natuurlijk, ja, dat was gewoon dwang van rijksbeleid. Die heeft dat zo doorgedrukt. En die werkt nu trouwens bij het RIVM. Ah. Ja. Maar jij hebt die vergunningen echt allemaal gewopt? Of, Nou, onder andere, die kun je ook via die procedures kun je die dan wel bovenhalen. Ja. Mijn Smallebroek schijnt ook weer naar de Unie van Waterschappen nou te zijn verhuisd. Dus die heeft nu al die 73 miljard euro subsidies aan mensen die bomen opstoken in biomassa. 73 miljard. 73 miljard. Niet te veel. Dus door de handen gegaan van één mannetje... die ook met Diederik Samsom op de foto stond...
op het plein toen zij dat klimaatakkoord of klimaatwet, toen ze dat hadden geregeld. Nou, Diederik Samson is nu de rechterhand van Frans Timmermans. Ja. Stonden ze daar zo lekker innig, het is echt zo'n ambtenaar varkentje, zo van haha, dan heb ik dat geregeld. En dan kan ik nu lekker naar een volgende functie gaan. Maar daar gaat dus gewoon 73 miljard euro gemeenschapsgeld gaat door de handen van één zo'n ambtenaar varkentje. Onthoud die naam, Meindert Smallebroek. Zijn we nog niet aangekomen bij Sander de Rauwe. Kijk, want dat is natuurlijk gewoon een politieke uitvoerder van beleid wat daar top-down via Pieter Winsemius, de oud-voorzitter van Natuurmonumenten, inkwam. Dan zie je dus, nou, die vergunningen worden zomaar verleend. Je mag gewoon de natuur verstoren. Je mag in PKB-gebieden Waddenzee bouwen. Vervolgens, er waren natuurlijk allemaal recreatieondernemers. Want het is een prachtig watersportgebied. Ja. Prachtig, het is een van de mooiste. Maar dat mocht van Friesland. Niet meer. Er komt nou straks een industrieterrein. Het is gewoon voor de komende, tot 2050 is het gebied gewoon helemaal verpest. Hoe kan dat zomaar? Nou, dat kan alleen, daarom deze banaan ook. Omdat Nederland en ook Friesland dus gewoon een bananenrepubliek is waarin je constructies kunt invoeren waarin de provincie in dit geval dus ondernemer wordt in een park waarvan ze zelf ook de vergunningen moet keuren. Dus jij mag dus als provincie word je nou ga je een publiek-private constructie aan met die windmolenuitbaat, dus die Meulendijks en de Groot en een bankenconsortium wat daar geld in pompt, maar daarover mogen wij dan dus niets weten. Dat wordt nou dus onder de pet gehouden. Hoeveel dragen die banken nou werkelijk bij? Hoeveel risico lopen zij? Zijn zij aandeelhouder dan in dat consortium? Nou, zij leveren het gat van... het is een investering eerst van 850 miljoen. Ja. De provincie die gooit daar 100 miljoen euro publiek durfkapitaal bij. Ja. En nog een, kijk, dat is altijd zo wanneer men, dat doet men in Friesland ook. Heeft men iets te verbergen, dan gebruikt men Engelse taal. Hè. Dus ik heb ook even een speakbriefje meegenomen hoe men dat hier neemde. Dus die deal met die banken die in één keer geld bijstorten, het was dan financial close. Financial close. Maar heb je bijvoorbeeld de investering daaruit, hè, als men wil doen van, ja, dit is voor het publiek. Dan zegt men, het is een fonds schone energie. Het is een fonds schone energie waar dit dan onder andere uitkomt. Oh ja, dan is het in één keer in Fries. Ja, dan is het in één keer in het Fries. Zo van, dit is groen. Voor het volk. Dus als je moet betalen, dan is het voor het volk. Ja. En als je iets geheim wil houden, dan noem je het, een financial close. Andere iets is ook mooi. Hè? Dan hebben ze daarnaast nog een... Want natuurlijk komt er een kostenoverschrijding. Dan komt er ook nog 27 miljoen publiek geld. Komt dan bij. En dat noemen ze dan een standby facility. Dus dan is het ook in één keer weer een Engelse term. Ja, ja, ja. Maar gewoon om te verhullen. De oudste maatschappij waarin zogenaamd het publiek weer het Friese publiek weer zou deelnemen in dat windpark, dat noem je dan weer Friesland Hulluin. Friesland Hulluin. Zo van, oh kijk, dat is weer voor jullie. Ja. Dus alleen al het taalgebruik is ook heel mooi, hè? Hoe men bepaalde dingen probeert te verhullen. Onvoorstelbaar. Riepke, mijn oren staan te klapperen na 10 minuten al. Ik zet hem even stop voor de pauze. Ik moet het ook even verteren. Waarschijnlijk staan uw oren ook al 10 minuten te klapperen. Doe met ons mee, we gaan even een banaantje eten om de Bananenrepubliek in Nederland even wat armer te maken. En al zei het, alles is maar één banaan. Kijkt u ondertussen even naar de boekenbreek. We zijn zo bij u terug als onze oren weer even wat tot rust zijn gebracht. Tot zo. Het verschenen Epoch Magazine nummer 8. Een nummer vol bijzondere artikelen. En de titel zegt het al, we zeggen nee tegen de nieuwe DDR die er in Nederland tot stand komt. We zeggen nee tegen de nieuwe muur die opgetrokken wordt tussen de machthebbers en degene die van de macht worden uitgesloten. Wij worden in de coronacrisis behandeld als een kudde, in de geldcrisis als een melkkoe en daarnaast ook nog even als racistische witte mensen ons woord, onze maatschappij en ons land ontnomen. Wij worden uit elkaar gespeeld, tegen elkaar uitgespeeld. Wij, de kudde, moeten stuurbaar gemaakt worden om goed bestuurd te kunnen worden. Wij zijn onderdeel geworden van een dashboard van onwetenschappelijke modellen die opgetuigd worden om nog meer lak aan ons te hebben. Hierover gaat Epoch Magazine 8. Maar u treft nog meer aan, zoals een schitterende special over Afrika en over de zomermode van 2020. Kijk op www.epoch.media voor losse verkoop en daar kunt u zich ook abonneren.
Net verschenen is ook de jonge klassieker die nu eindelijk in het Nederlands is te lezen. Het originele magnum opus van de Belgische filosoof David Engels. Hij laat aan de hand van bronnen uit de Romeinse oudheid zien waar de EU zich nu bevindt en hoe we de crisis van de EU moeten duiden. Hij ziet een overduidelijke parallelle situatie met de Romeinse Republiek die uitmondde in een dictatuur. De Franse en de Duitse pers waren unaniem lovend over dit originele werk. Het is goed te lezen voor iedereen. Het is geen moeilijk boek. Kijk op www.deblauwetijger.com/winkel voor meer informatie. Oh. Hij was net op. Ja, en u bent net klaar. En Riepke, jij was ook bijna klaar. Ja, ik ben nog even aan het spullen van die banaan. Ja. Ja, helemaal als je dan beseft dat... Beetje groene CDA-bananen, maar diezelfde kleur ook als het CDA, hè? Certified is het. Ja. Certified, ja. Oh, er zit wel een eco-keurmerk op, hè? Rainforest Alliance. Oh, oké. Dus die boom is blijven staan. Die is niet in een biomassa-centrale, deze, van het CDA. Deze oerboom, die staat er nog. Die staat er nog. Nou, gewoon, dat geeft je toch weer een warm gevoel. Ja. Nou, een slok water erachteraan. En dan bent u ook... ga ervoor zitten... Streel uw oren nog één keer en dan gaan we weer 10 minuten klapperen met Riepke. Zo. Nou, banaan achter de knopen. Gaan we weer beginnen? We gaan weer beginnen, ja. Oké. Okay. Zo, steek van wal. Die banaan is weer binnen in ons mooi bananenkoninkrijkje. En daar de lokale afdeling van, hè, onder de commissaris van de koning. Mm-hmm. Friesland, hè? We hadden net al even uitgelegd dat er in Friesland dus om de windenergieopgave te realiseren een heel uniek bedrijf is ontstaan. De grootste gesubsidieerde instelling van Friesland. Waarin 127 miljoen euro publiek durfkapitaal wordt gedouwd. Ja. En banken schijnen daar ook nog, hè, om dat te realiseren 700 miljoen euro ingedouwd te hebben. Maar we weten ook niet waarvan ze dat geld vandaan hebben. Het kan ook best zijn dat ze dat gewoon van de ECB hebben gekregen. Ja. Er is ook net een heleboel geld bijgedrukt. Ja. Maar dat mogen wij van de politicus die erover gaat, Sander de Rauwe, mogen wij niet weten hoe die constructie in elkaar zit. Dus dit is een klassiek voorbeeld van wat men ook wel... En is dat een Rabobank of een heel consortium? Ja, er zitten. Ik kan de banken inderdaad wel even opnoemen. Er zitten een paar hele interessante bij. De ABN AMRO doet mee, de ING, de Rabobank zeker. Rabobank is ook weer de mede-eigenaar via FB Oranjewoud van de NDC Media Groep. Hè, ja. De eigenaar van Leeuwarden Krant. Mm-hmm. De Leeuwarden Krant plaatst dan dus wel in gezonde stukjes. Zo van, nou, dan hebben wij een alibi, zie je wel. Wij laten ook het tegengeluid wel horen. Maar qua redactionele koers zullen ze niks doen om ons systeem boven te halen. Mm. Want ja, dat mag natuurlijk waarschijnlijk niet van hun eigenaren. Mm. Hè, want die moeten samen met de VNO-NCW Noord verpakt in... De mensen die ook mij hebben laten oppakken, hè? Friesland Fossiel Vrij, moeten ze dan, moeten ze dan dus ook die hele windmolenagenda moeten zij verkopen. Mm. Hè? Want ja, dat zie je ook in hoe die constructie is opgetuigd. Ze nemen allemaal dat proza van Frans Timmermans en zo al over, hè? Van fossielvrije toekomst. Ja. Nou ja, betekent eigenlijk een beetje zoals zondevrij of zo. Hè? Dat is van, zie ons eens goed zijn. Terwijl, waar we het uiteindelijk over hebben, is natuurlijk... bananenrepubliek-achtige toestand. Ja. Want moet je nou eens nagaan. De Friese overheid speelt met een stel ambtenaren in een houtstermaatschappij. Die hebben 15% van de aandelen in zo'n windmolenparkproject. De private kant heeft 85%. Dus die strijken waarschijnlijk ook de winst op. En de ambtenaren die er dus in zitten. Een daarvan is Theo Jellema. Daar hebben ze van een houtstermaatschappij, dus van het 15% deel van de publieke kant, hebben ze dan een andere ambtenaar uit Heerenveen, hebben ze directeur gemaakt, Jan Schippers. En die banken die meedoen, die daar dus schijnbaar publiek kapitaal of kapitaal hebben gedouwd, we weten niet van wie ze dat hebben gekregen en waar vandaan. Daar zit naast de Rabobank zit er ook de KBC-bank uit België bij. En dat is een interessante. Yeah. De KBC-bank is namelijk Thomas Leijsen. Ja, zit daarbij. Van? Van de eigenaar van zowel NRC als de Telegraaf. Ja. Van het media. De media dus hebben ook al de en die heeft ook KBC? Die hebben, ja, die is van KBC. Ja. Dus ook wel leuk, die vermenging om die dan eens even op te merken. Ja. Maar
Wat zegt men dan ook? Van en voor Afrislaan, zeggen ze dan, om dit project aan het publiek te verkopen. Sterker nog, ze hebben ook een soort burgerparticipatiefonds, koppelen ze dan aan af. Dus dan kopen ze de weerstand gewoon af met belastinggeld. Ja. Dat is ook zoiets moois. Dus je gaat een publiek bedrijf, publiek-privaat bedrijf starten. Dat krijgt alle vergunningen. Ze zijn nu bijvoorbeeld ook... Ja, automatisch, want de overheid zit erin mee. Dus die zullen altijd de vergunningen afgeven. Het bevoegd gezag heeft zelf het bedrijf waarvan hetzelfde vergunningen keurt. Ja. Dus andermaal hebben we deze bananenschil. Ja. Daarnaast, alle bezwaren werden natuurlijk ook bij de Raad van State meteen weggeveegd. Goh. Dus je mag gewoon in een PKB-gebied, terwijl Waddenzee, mag je in één keer gewoon 183 meter hoge Eiffeltorens bouwen. En dat zou dat helemaal niet de visuele kwaliteit van de horizon aantasten. Hmm. Omdat ze hebben ook hun eigen procedure prostituee. Dat is Pondera Consult. Wat had die gedaan? Die had via een beeldmanipulatie. Nou, iedereen die fotografeert, ik fotografeer ook. Ik heb ook voor jullie epochfoto's gemaakt. Als je maar zo groothoek mogelijk hoge objecten fotografeert, ja, dan sla je ze plat. Ja. Dus dat hadden ze ook gedaan. Dus leek het al alsof je vanaf 800 meter die 183 meter windmolens niet meer zag. Ja, dus die waren helemaal weggepoetst. En op basis van die beeldmanipulatie van Pondera Consult zei Raad van State van ja, dat mag wel. Maar ja, de Raad van State is ook weer dit. Er zitten ook lobbyisten in van die Rijksagenda. En het wordt zelfs geleid door een bedrijfslobbyist, Tom de Graaf. Maar dan zie je dus, die keuren hun eigen plannen natuurlijk goed. En nou zijn ze dus al illegaal, ook alvast begonnen. Hebben ze ook al een natuurcompensatie-eiland, zijn ze al aan het opspuiten. Illegaal? Ja, de vergunning was nog helemaal niet geregeld. Sure. Ja. Nou, en dan komt het allerleukste tot laatste nog. Want natuurlijk, die energie, ze zeggen wel van en voor Afrislaan. En dat doen ze dan natuurlijk weer zo om dat publiek te verkopen. Maar dat is helemaal niet zo. Want wie neemt de energie af? Eneco. Daar verkopen ze alles aan. Dus ze hadden eerst gezegd, het is voor het Friese volk. Die energie, net als in de Wieringermeer, daar hadden ze datzelfde gezegd. Yeah. In de Wieringermeer werd het verkocht aan Microsoft en aan, hoe heet die andere, Google? Met die datacenters die ze daar bouwen, ja. Exact. Ja. Want wat doen ze dan? En dat is die CO2-windhandel. Natuurlijk neemt niemand die stroom direct af. Dat is zo'n windpark, die maakt alleen op papier, maakt die theoretisch CO2-ruimte vrij. Ja. Nou. Ja, misschien moet je vertellen, dat het is wiebelstroom. Je hebt niet altijd dezelfde wind. Je hebt dus niet altijd dezelfde hoeveelheid kilowatts. Nee, maar ze leveren natuurlijk nooit, ook Eneco levert nooit direct windstroom. Nee. Zij kopen een x-aandeel stroom in, wat zogenaamd door windmolens zou zijn opgewekt. Maar dat is natuurlijk gewoon stroom die gewoon van het net afkomt. Maar waarvoor is nou die windstroom van Anne de Groot en Pieter Meulendijks, die is er om, op het moment dat de overheid ons verplicht om voor CO2-tonnen te betalen. De Nederlandse bank hanteert nou al een richtprijs voor een ton CO2. Moet straks ieder MKB €50 betalen. Sure. Per ton, dus dat is nog weer extra belasting. Sure. En dat doen zij nou. Wat doet Eneco nou? Die verkoopt dus die windstroom van Windpark Friesland dus als vorm van groene certificaten weer aan het grootbedrijf, dat zo haar boekhouding kan groenwassen. Yeah. Jij wordt gewoon verplicht door de overheid om straks voor CO2 te betalen. Yeah. En net als Google en Microsoft verkoopt Eneco straks die 15 jaar lang, zolang de subsidie dus loopt van die SDE+, verkopen zij die stroom dan dus aan die bedrijven en die kunnen hun jaarverslagen dan groen poetsen. Van zie je, wij zijn CO2-neutraal geworden. Hmm. Zonnevrij. Nou ja, en dan zie je dus waar die windmolenhandel daadwerkelijk voor dient. Dat is gewoon het omzetten van hete lucht, CO2-handel, in geld. Ja. En zo kun je dus ook uitrekenen, kijk, als zij beweren dat zij 800.000 ton CO2 per jaar besparen, hoeven ze helemaal niet te bewijzen of dat ook zo is. Hmm. Zie, dan doen ze gewoon alsof datzelfde vermogen anders zou zijn opgewekt met gas. Maar ze hoeven helemaal niet te bewijzen of dat ook daadwerkelijk is uitgespaard. Waar het om gaat is dat jij op papier die 800.000 ton uitspaart. En zo genereer je dan een CO2-krediet, nou, doe maar een keer 50, van €40 miljoen. Wat ergens weer moet worden ingelost door bedrijven. Ja. En zo maak je dus via het MKB, via afpersing van het MKB,
maak je dus weer meer kredietvrij om nog meer van die windmolenparken en die groene agenda van Frans Timmermans verder uit te voeren. Mm. Dus je creëert een soort schaduweconomie door, nou, dan zullen we het nog even samenvatten, vermenging van publiek en privaat kapitaal, wat ze dan dus blended finance noemen. Maar het komt erop neer dat de Friese bevolking betaalt via dat fonds Kern Energie, betalen zij alle lasten. Hè, want dat fonds Schone Energie komt van de verkoop van de nutsbedrijven. Ja. Dus gewoon publiek geld, wat ook naar ons... Weer publiek geld, ja. 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 Dus die betalen de lasten, die lopen alle risico's. En privaat gaat met alle winsten vandoor. Dat is in het kort blended finance. En dat is in het kort ook het verdienmodel van duurzaam. Vroeger zou je dat bananenrepubliek noemen. Nu noem je dat duurzaamheid. En Sander de Rauwe is nou ja natuurlijk gewoon het CDA-vlaggenschip van energie en van duurzaam. Hè. Hij staat ook zichzelf er ook op voor van, oh, ik ben zo verantwoordelijk voor de planeet. Maar het is natuurlijk gewoon stapgelul. Mm. Want het is gewoon het groenpoetsen van corruptie. Vroeger zouden we dit gewoon corruptie noemen. Nu is het duurzaamheid. En ja, je kunt gewoon... Ja, de C in CDA staat dus gewoon voor legalisering van corruptie. Ja. En daarvan is Sander de Rauwe dus het gezicht. Kijk, geweldig. Dankjewel, Riepke. Ja, ik had nog een paar opmerkingen. Want het was natuurlijk... je weet dat de Rabobank al jaren bezig is met verkopen van vastgoed, hè? Ja. Dus die hebben alle regionale bankjes hebben ze verkocht. Mm-hmm. Heel soms huren ze nog 1 of 2 kamertjes op de begane grond terug van de nieuwe eigenaar. Ja. En hoorde ik waarom dat is gedaan. Want vastgoed is minder interessant dan capital, weet je? Want dus kapitaal kan een bank dus 20 keer zoveel uitlenen. Exact. Dan vastgoed. Kijk, als het vastgoed is, dan heb je er niks aan. Dat kan huur opbrengen. En daarom zijn al die bankjes ook onder de prijs verkocht aan lokale ondernemers. En dan hebben ze gelijk een huurder al in dat pand, de Rabobank zelf. Maar kunnen ze dus in één keer dat kapitaal wat vrijkomt voor dit soort dingen inzetten? Klopt, die hele CO2-agenda is gewoon alleen maar bankensubsidie. Hmm. Daar komt het uiteindelijk op neer. Want kijk, op momenten dat de overheid 15 jaar lang jouw project gegarandeerd subsidieert, is de overheid gewoon achtervang van jouw investering. Ja. Dus je kunt alleen maar binnenlopen. Ja. Mooi voorbeeld is ook de ambtenaar die dus hier mee heeft geholpen om die vergunningverlening en om die inzage in de aandeelhouders door de notabene de volkscontroleur, de volksvertegenwoordigers, om dat onder de pet te houden. Dat is Harm-Jan Bouwers. Harm-Jan Bouwers. Mm. Goed, die naam ook onthouden. Harm-Jan Bouwers. En wat doet die nu? Die is nu op een andere manier met die CO2-zwendel betrokken, want die moet de grondbank hier opzetten. Daar hebben wij het in ons vorige gesprek al over gehad. Dus dat jij boeren een CO2-schuld oplegt. Yeah. Zogenaamd omdat er CO2 uit hun veenweide zou dampen. Yeah. En hij moet die grondroof van boeren moet hij nu hier verder optuigen met de Milieufederatie. Wat een piraten zijn het ook. Harm-Jan Bouwers. Ja. Hè? Kijk, en die ambtenaren die gaan gewoon van functie naar functie. Dat zie je ook bij de... Die worden beloond weer met een nieuw postje. Ja, en je mag ook niks kwaads erover zeggen. Want ja, dan binnenkort liggen weer 3 van die borderline cowboys bij... Zoals bij mij. Ja. Die dan komen weervallen, want je hebt iets naars over een ambtenaar gezegd. En die staan boven de wet. Ja. Dus ja, ik heb ook al vaker over gepleit. Een mooie oplossing zou zijn ambtenaren persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade die zij veroorzaken. Ja. Ja, en met deze manier, kijk, hoef je natuurlijk de overheid die gewoon openlijk corrupt is en die gewoon mensen voorliegt. Ja, zo'n overheid hoef je toch niet meer naar te luisteren. Hmm. Heeft ze alle morele kredieten nog gespeeld? Nog een vraag, hè? Ik had van de week een discussie met iemand online. Iemand die een kijker, dus dat is wel interessant. Die zei dat er een mogelijkheid is om die Europese SDE-subsidies ook zo aan te wenden dat je het tegen dit hele maffia-conglomeraat in Nederland kunt... Het afromen van die subsidies is natuurlijk een manier... Zodat hun er niet over beschikken. Nee. Door met waterstof en thorium en dergelijke aan de slag te gaan. Nou, kijk, ik heb ook iets dergelijks gehoord over Shell, maar dat moet ik nog bevestigd krijgen. Is dat zij via Belastingdienst grootzakelijk een enorme belastingkorting krijgen. Als zij dan maar beloven dat ze dat in allemaal van die symboolprojecten stoppen, waterstof en al dat soort dingen. Ja, dat vind jij symboolprojecten? Waterstof is al 150 jaar een belofte voor de toekomst. Okay. En ondertussen zit Shell gewoon... Hè, in Qatar hebben ze de grootste LNG gas-to-liquid installatie. Ja.
En terwijl wij hier een beetje de planeet zitten te redden... schaatsen ze daar midden in de woestijn gewoon op een ijsbaan... omdat ze van gekte niet weten hoe ze het gas kwijt moeten. Hè, dus via het verstoken daarvan. Dus het is allemaal gewoon gebaseerd op één grote leugen. Kijk, en de overheid verkoopt ons... en Sander de Rauwe verkoopt ons een leugen. En aan een overheid die liegt, hoeven wij niet meer te luisteren. Dat is eigenlijk mijn... dus het gaat ook niet om een miljoentje hier of een molentje daar. Het gaat gewoon om een moreel probleem. De moderne overheid heeft gewoon al haar morele krediet verspeeld. Ook de rechterlijke macht. Die gewoon in dienst is gesteld van een bepaalde politiek. Dus er is geen morele reden nog om deze overheid enige moment serieus te nemen. Aldus Riepke. Ja. Dankjewel. Was super helder. Ik heb weer veel geleerd. Nou, ik hoop het een beetje. Ja. De banaan was in ieder geval... Ja, de banaan was supergoed. Ja, dat was natuurlijk een eco-banaan. Ja, we doen nog een banaan. Ja, ja. En ja, dat natuurlijk omdat we wat te veel gedronken en gerookt hebben... de afgelopen weken hier in deze studio. Dus we doen er ook even wat gezonds bij. Dan weet u ook dat we niet alleen maar roken en drinken, Riepke. Nee, het zijn hele gezonde jongens. Er zijn gezonde jongens. Ja. Dus dan, ja, goed, een beetje een stukje symboolpolitiek, maar dan echt. Nam. Zou Sander de Rauw ook bananen dus? Zou je ze lekker vinden? We zullen hem de schillen voeren. Ja. Wel gecertificeerd. Ja. Bedankt voor het kijken. Riepke, bedankt voor dat je hier bent. En abonneer je op ons YouTube-kanaal. Like ons op Facebook en Twitter. En dan hopen we u bij de volgende uitzending weer terug te zien. Tot ziens. Oh,